Hoi en welkom bij Kristal Helder. Dit is een bericht voor iemand die het nodig heeft op dit moment. Ik blijf toch maar gewoon zo kijken, want dat is voor mij makkelijker. Ik vind het gewoon leuk om mijn planten hier omheen te zien. Dus ik zet mijn camera op deze manier momenteel neer. En jullie kennen mij. Morgen kan het weer anders zijn. Goed, wat is de algehele energie? Oké, ik merk dat ik pieper de pieper word. Eerste is spookbeelden. Kan zijn dat jij iets ziet wat niet waar is. Een illusie. Tweede kaart is luisteren. Luisteren naar jouw intuïtie. Ja, ik voel een hele druk komen op mijn voorhoofd. Dus daar is iets wat jij mag zien. Voorbij de illusie, voorbij het ego. En je hebt je intuïtie nodig om iets te zien. Ik ga ook dichterbij, dus er komt iets dichterbij, lijkt wel. 53, 35, een spiegelgetal, samen met opvoeding. Ja, er komt een les aan. Komt een les aan. Ja, er komt iets dichterbij. Oké. Die jou uit een bepaalde illusie gaat halen. Bij spookbeelden krijg ik vrede. De vrede in jezelf vinden. Wat ik net al voelde eigenlijk. Ik voelde dat ik onrustig werd. Enthousiast. Maar ik weet niet of dat zo is. Maar ik word enthousiast als ik onrustig word. Dus daar is iets. Een innerlijke onrust. Waardoor je dus misschien wel in zo'n illusie blijft hangen. Luisteren krijg ik met ademhalen. Ja. Dus even op jezelf zijn. Ja, mediteren misschien. Flinke boswandeling. Zodat je intuïtie ook de kans krijgt om het verhaal te doen. Iets te laten zien. Er komt weer een hele druk hier. Het heeft met jouw derde oog te maken. Het kan zijn dat je derde oog of open gaat of verder gaat verruimen. Misschien heb je daar ook last van momenteel. En in jouw derde oog zit ook jouw intuïtie trouwens, bedenk ik me nu. Daar zit jouw intuïtie. Ja, die is aan het of open gaan of aan het verruimen. Dus het kan zijn dat je daar last van hebt, dat je hoofdpijn hebt of gewoon echt een hele druk hier krijgt op je ogen. Weet dan dat het te maken heeft met jouw derde oog. En bij opvoeding krijg ik blij en gelukkig. Dit is om jou in vreugde te krijgen, hè? Dus de les die gepresenteerd gaat worden, een uitdaging, want dat zijn de lessen, hè? Uitdagingen, zal jou dus een stukje vreugde gaan brengen in de toekomst. Oké, okay. Nou, dan hebben we het een beetje helder hier en dan gaan we even de verdieping opzoeken. Ik weet niet, ik krijg een dek te zien die achter mij staat. Moment. Ben ik ineens rood?
Ik weet niet wat er gebeurt, maar er komt hier een hele bijzondere kleur tevoorschijn. Volgens mij komt er een aartsengel nu. Ik zit even te koppelen met welke kleur dit is. Ik weet dat. Volgens mij roze is joviaal. Het ziet er heel roze uit. Mijn haar is ineens heel knalrood. Nou, dat is bijzonder. Nou, oké. Heel bijzonder dit. Dat heb ik nog nooit gezien. Een beetje magenta kleur. Ja, ik weet niet alle engelen uit mijn hoofd. En ik heb niet het papiertje hier liggen, denk ik. Nee. Nee, nou ja, we laten het maar gewoon gebeuren. Oh, het gaat weg. Heel bijzonder. Dit is ook nog wel een beetje overbelichting. Even kijken, kan ik dit veranderen? Gaat dat vanzelf? Oh, zo. Ja. Zo. Bijzonder. Oké, nou misschien kan je dat ook even opzoeken welke aartsengel hier naar voren kwam. Het kan ook zijn de violette vlam kreeg ik eigenlijk als eerste door. Dat is Saint-Germain. Dus dat kan het ook zijn. We gaan even kijken naar het verhaal en wat zich hier gaat aandienen. Wat mag ik zien bij spookbeelden? Ik moest ook de kaarten trouwens pakken van Edgar Allan Poe. Dus ja, dat klopt wel een beetje met de spookbeelden. Oh, bijzonder. Nou, bij spookbeelden krijg ik meteen een mooie kaart. De toren. Ja, plotseling een verandering. Wat ik al zeg, er komt een uitdaging. Er komt een les naar je toe. Het kan een torenmoment zijn. Dus het is een niet zo leuke uitdaging. Ja, als ik dan even. Oh, de eclipse zie ik hier. Oh. We hebben 25 oktober. Halve zonsverduistering, maar dit doet me denken aan de maansverduistering. En dat hebben we op 8 november. Ik heb het gevoel dat daar iets openbarst. Je derde oog. Oké, luisteren. Wat mag ik daarbij zien? Koningin van munten. Luisteren naar je intuïtie. De koningin van munten is voor mij een zelfverzekerde koningin. Aards. Stabiel. Er is dus iets van onzekerheid. Ik word aangeraakt. Het heeft met onzekerheid te maken. Ik trek heel even de kaarten. De Hanged Man. Bij opvoeding, dus ja, iets vanuit een ander perspectief zien. Ja, daar hangt men die op zijn kop hangt om dingen op een andere manier te zien. Vanuit het derde oog. Er hangt iets boven je hoofd. Een uitdaging. Die torenmoment hangt al boven je hoofd. Je luistert ergens niet naar. En ik zou, als ik jou was, als ik advies mee mag geven, nu heel snel gaan luisteren. Want ik heb het gevoel dat als je niet
iets verandert. Na die maans eclips, die torenmoment gaat komen. En soms ontkomen we daar natuurlijk niet aan, maar dit is, het lijkt wel een soort waarschuwing voor jou. Dat je ergens naar moet luisteren nu, naar jouw gids in ieder geval. Iets met paars licht of roze licht. Kijk, Saint-Germain die staat voor karma. Karma-clearing. Kan daarmee te maken hebben. Koning van munten. Koning en koningin van munten. Een stelletje. Mannelijk en vrouwelijk. En dan die breuk hier. Er wordt iets uit elkaar gescheurd. Kan een connectie zijn. Je moet naar de vrouwelijke energie luisteren binnen in jezelf. Daar ligt luisteren. De mannelijke energie is in vrede. Dit is het hier. Dit is het. Ja, de vrouwelijke energie, dat is ook een themaatje aan het worden momenteel. Dus het kan zijn dat jij dus vanuit je vrouwelijke energie dus ergens niet naar luistert. Wat mag ik zien bij ademhalen? Oeh, 5 van staven. Ja, dit is de onrust, die innerlijke onrust... Met ademhalen. Ja, dit is echt innerlijke conflict. Tussen het mannelijke en vrouwelijke. Want de vrouwelijke wil ergens niet naar luisteren. De mannelijke energie in jou is in vrede. Je zit lekker achterover. En ja, daar is innerlijke rust. Maar er is innerlijke onrust aan de vrouwelijke kant. En we gaan zo wel kijken waar dat mee te maken heeft... Uiteraard. Drie van munten bij blij en gelukkig. Kan gaan om een samenwerking. Heb ik dat niet al eerder ook in een reading gehad? Over een samenwerking wat niet lukt. Wat gedoemd is om te mislukken. Omdat er verschillende werelden zijn. Ja, en de drie van munten is voor mij ook altijd hè, werken aan je eenheid binnen in jezelf. Om blij en gelukkig te worden. Maar we gaan even wat kaarten verklaren hier. Voornamelijk die vrouw hier. Ik word ook geleid naar Isis, moment. Aas van zwaarden. Nou, die moet ik even gaan zoeken, moment. Ja. We hebben er gevonden. Ja, dat kan allemaal gebeuren. Moment hoor. We gaan zo Isis doen. Ik kreeg de aas van zwaarden bij de vrouw. En dat is ergens de waarheid van inzien. De hand van spirit die jou dus iets wil komen vertellen. Hè? Dus een uitdaging wil komen brengen als jij niet luistert. Als jij dus iets niet gaat veranderen voor jezelf. Ook hier zie ik weer die opening terugkomen. Er is iets wat opengebroken moet worden. Lijkt wel. Jij moet iets openbreken. Vanuit die vrouwelijke energie. Oké. Dan gaan we even kijken wat Isis wil zeggen hier tussendoor.
Zit nu net te bedenken. Zouden jullie dat ook zien, al die kleuren van net? Of heb ik het alleen maar gezien? Ik trek twee kaarten. Of zijn het er drie? Nee, deze. Magic and Ritual. Crafting, Sacred Practice. Magie en rituelen. Gebruik rituelen om verder te ontwikkelen. Dat was die andere. De tempel van de Black Obsidiaan. De zwarte obsidiaansteen. De Dark Healing Chamber. Ik moet hem er toch wel bij pakken, heb ik het gevoel. De zwarte obsidiaan, hè, dat is een edelsteen. Voor degenen die daar niet bekend mee zijn. Maar dat is een zwarte edelsteen. Die je dus kan gebruiken, zeg maar, om hetgeen wat vast zit in jou eruit te krijgen. Zwarte obsidiaan is een hele sterke steen. Ik zou hem ook niet zomaar gebruiken, want het kan zijn dat er ineens heel veel naar boven komt voor jou. En als je dus nog niet gewend bent met innerlijk werk, zou ik deze steen niet aanraden. Maar dan zou ik liever de zwarte tourmaline nemen. Er staat bij: maak de reis naar binnen en bezoek je schaduwkanten. Ja, want je schaduwkanten komen plotseling naar boven. Zwarte obsidiaan is verhullend en beschermend. Je kan dus een ritueel doen, maanritueel. Zitten we nu niet bijna bij de nieuwe maan? Even kijken hoor. Ja. Oh ja, 25 oktober is de nieuwe maan. De Simone. Oké. Als het goed is in weegschaal. Of schorpioen. Nee, schorpioen. Schorpioen, ja. Ja, schorpioen. Krijg nou wat. Oh jee. Ja. Er komt een behoorlijke schaduwkant naar voren. En als je niet voor de eclipse dit gaat aankijken, dan krijg je een torenmoment. Dat is de waarschuwing hier. Ja. Dus wat ik wilde vertellen. Een ritueel doen met deze nieuwe maan. Of liefst al nu gewoon gelijk. Het is vandaag 21 oktober. Dus je kan deze maan al voelen. Ik voel hem meestal al een week van tevoren. Dus dat kan jij ook voelen. Dus je kan nu al je ritueel doen. En ik zit even te denken. Niet iedereen heeft natuurlijk een zwarte obsidiaan liggen. Hè? En zeker niet als je daarbij bekend bent. Dus dat laten we even voor wat het is. Maar het gaat erom om jouw schaduwkanten. Doe een ritueel om jouw schaduwkant tevoorschijn te halen. Het licht ligt onderop. Nou, daar hangt je schaduwkant boven je hoofd. Wat ik dus net al zei. Er hangt iets boven jouw hoofd. Letterlijk. Een schaduwkant van jezelf. Wat jij dus niet ziet. En daarom voel ik ook het derde oog heel erg sterk. De negen van staven, dat is de kaart van uitputting, hè, de burn-out kaart. Het kan zijn, als het werk gerelateerd is, dat je te veel werkt. Maar eigenlijk las ik hem als negen van zwaarden. Ik dacht dat het de negen van zwaarden was. En de negen van zwaarden is de angstkaart. En daar doet het me veel meer aan denken. Dus ik laat even de negen van staven. Maar het kan voor sommige mensen misschien wel zo zijn. Ik heb eerder het gevoel dat er een angst boven je hoofd hangt. Wat je mag aankijken. Een schaduwkant. En even kijken wat erbij komt. Want er is innerlijke conflict.
Er is innerlijke conflict. Er zijn spookbeelden. En als ik aan spookbeelden denk, dan denk ik aan angsten. En dan met die zwarte obsidiaan erbij, dan denk ik het helemaal. Wat is dit? De drie van bekers. Nog een drie kaart. Drie kaart staat voor verbinding. Ik heb toch wel sterk het vermoeden dat het met een connectie te maken heeft. Of dat nou werkgerelateerd is of in de liefde, dat maakt niet uit. Maar iets zie je niet van een bepaalde verbinding. Wat nog meer? Volgens mij draaide de vijf van munten zich om. Maar heel even kijken, want dat zou gebrek zijn. Nou, hij komt er gewoon uit. Komt er gewoon uit. Ja, gebrek. Er is gebrek in deze verbinding. En jij mag dus ontdekken waarom je jezelf dus in dat gebrek houdt. Vanuit die vrouwelijke energie binnenin jezelf. He, want die mannelijke energie ligt lekker te slapen, die is rustig. Ik vind het altijd zo'n grappige kaart. Een man die met het hoofd vandoor gaat. Nou, daar lig je zonder hoofd. Hè? Dus je bent in gebrek. In gebrek van gezond verstand. Er is geen verbinding tussen hoofd en hart. Iemand neemt je hoofd mee. Er hangt iets boven je hoofd. Er is iets met je hoofd. Nou, duidelijk, want het is ook het derde oog. Er is iets met je hoofd. Het gezonde verstand mag naar voren komen. Maar binnen in de vrouwelijke energie. Je hebt dus iets geleerd van de mannelijke energie binnen in jouzelf. Want daar, die staat voor het mentale. Maar hè, als we naar het yin-yang symbool kijken. De witte gedeelte, dat is de vrouwelijke energie. Maar met een zwart rondje, dat is de mannelijke energie. Dus vanuit die vrouwelijke energie moet er iets van die mannelijke energie tevoorschijn komen. Iets mentaals dus. Daar zit een schaduwkant, wat je nog niet gezien hebt van jezelf. Kunnen we daar even verder op inkijken? Om een beetje wegwijs hierin te maken. Ja, want die aas van zwaarden zegt het eigenlijk ook. Er is iets mentaals. Spookbeelden. En met het ritueel kan jij dus vragen of het duidelijk wordt voor jou wat deze schaduwkant is voor jou. Het zal voor iedereen ook verschillend zijn, maar mag er iets hierover naar voren komen? De dood. Er is een oud stukje wat af mag sterven. En daarbij krijg ik de schildknaap van zwaarden. Ja, schildknaap van zwaarden. Dat is voor mij altijd een tegenwerking. Je bent duidelijk iets aan het tegenwerken. Om de dood en wedergeboorte te pakken.
Die kan niet ontstaan omdat je aan het tegenwerken bent. Iets hangt er boven je hoofd. En wanneer we dus niet dingen gaan veranderen, dan komt spirit, hè, de interventie plegen, en die komt dan met een torenmoment. En die zorgt ervoor dat jij deze dood en wedergeboorte gaat pakken. Dat dit oude stuk van je afsterft. Ik krijg heel sterk het gevoel dat ik het ook niet mag overbrengen, maar ik trek er nog even wat kaarten. King of Wands. Koning van Staven. Oeh, die is wel heel vurig, hè? Die is wel heel mooi uitgebeeld. Ik zie hem ook voor het eerst. Maar ja, de koning van Staven, die kan ook best wel roekeloos zijn en vanuit ego handelen. Ja, dus echt vanuit die zonnevlecht. Stukje ego in de mannen of in de vrouwelijke energie, daar is iets wat aan het afsterven is of mag afgestorven worden. Hallo. Ja. Oh jee. Dus je derde oog met je zonnevlecht. Wat een kaart zeg. Er komt zoveel energie uit. En dat is ook eigenlijk wat ik voelde in het begin. Die energie. Je handelt uit ego ergens in. Schildknaap van Staven. Ja, er zit iets achter je aan. De schaduw zit achter je aan. Wat een geweldige kaart eigenlijk. Ik zou ze wat vaker moeten gebruiken voor de schaduwreadingen. Ja. Dus er zit iets achter je aan en je rent weg. Je wilt het niet aankijken. Je wilt het niet aankijken. Je rent ervoor weg. Je pakt je paard en... Er zit een schaduwkant achter jou aan. Die jij niet wil bekijken. Nee. En daardoor kan dus ook die dood en wedergeboorte niet ontstaan voor jou. Maar... Ja, eens is divine timing daar. Eens zou je toch dit wel moeten doen, want je moet verder verhogen in jouw frequentie. Dus het advies is hier voornamelijk van Isis dan, die dus even tussendoor kwam, om een ritueel te doen voor jezelf, om die schaduwkant eens naar voren te halen. Wat is die schaduwkant die me de hele tijd achterna zit? En waar ik misschien niet bewust van ben of het niet wil aankijken, wat ik misschien moeilijk vind. Wat is deze? En zodat je die helderheid krijgt, zodat je het kan gaan veranderen voor jezelf. Want het blijft je achtervolgen. Dat wordt hier eigenlijk verteld. Het blijft je achtervolgen. Het blijft in jouw hoofd zitten. Hè? Iemand gaat hier met je hoofd ervandoor. Het blijft in je hoofd zitten. Het kan zijn dus een bepaalde gedachte. Een schaduwgedachte. Een overtuiging. Iets mentaals. Het is een stukje ego in de vrouwelijke energie. En wanneer de vrouwelijke energie dus niet actie gaat ondernemen, dan blijft die vrouwelijke energie binnenin jouzelf passief. En die zal dan altijd die mannelijke energie nodig hebben om dingen te doen. He, dus dan ben je afhankelijk, zeg maar, van die mannelijke energie binnenin jezelf. En het is de bedoeling dat de vrouwelijke energie binnenin jezelf ook onafhankelijk wordt. Want die draagt ook mannelijke energie. En je houdt dus jezelf in gebrek. He, de vrouwelijke energie blijft dus in gebrek wanneer ze dus niet onafhankelijk wordt ergens in.
Kan ik daar iets op zien? Waar is deze persoon afhankelijk in? Kan ik daar iets op zien? Aas van munten. Geld. Het is ook niet zo raar, maar... Want het speelt gewoon heel erg. Wat een mooie kaarten, sorry. Ik verbaas me gewoon. Zo'n mooie energie komt eruit. Wauw. Ja, dat ben ik weer. Maar goed. Aas van munten. De hand van spirit. Met overvloed. Financiële overvloed. Een nieuw begin in op geldzaken. En daar is dus iets mee. Kan je me laten zien wat daar dan een gebrek aan geld, hè? Want je had hier al die vijf van munten. Dus je houdt jezelf in gebrek. Op financieel vlak. En die vrouw die onderneemt niet. Want die heeft die mannelijke energie nodig. Die gebruikt niet, zeg maar, die innerlijke kracht van die mannelijke energie binnen in die vrouwelijke energie van de yin-yang. Dus jij verwaarloost eigenlijk die innerlijke kracht vanuit die vrouwelijke energie. Die ben jij aan het verwaarlozen. Kwamen deze er nou uit? Of... Nou ja, het zal. Ik weet het niet. Acht van zwaarden en de koning van zwaarden. Nog meer zwaardenkaarten. Maar er zijn ook veel zwaardenkaarten. Veel mentaal. Dus het kan zijn dat je een bepaalde overtuiging hebt. Acht van zwaarden is de kaart van illusie. Denken dat je ergens in vastzit. In financieel gebrek. En die koning van zwaarden zegt... Kijk nou eens met realiteit. Kijk naar de realiteit. Kijk eens met realisme. Word eens wakker. Ga eens iets ondernemen. Vrouwelijke energie. Vanuit die innerlijke kracht met de mannelijke energie. Ook hier hangen die zwaarden weer boven zijn hoofd. Er hangt iets boven je hoofd. Je ziet dus iets niet, die schaduwgedachte, of wat het ook mogen zijn, een overtuiging, maar de schaduw heeft te maken met het financiële. Met toch misschien die samenwerking. Samenwerking in jezelf. Misschien voor sommigen buiten jezelf, maar dat zou dus kunnen reflecteren. Maar je moet samenwerken met de vrouwelijke energie, met die innerlijke kracht, mannelijke energie. Dus die vrouwelijke energie houdt zichzelf in gebrek qua financiën. Er hangt dus iets boven je hoofd, dus letterlijk bankroet zijn misschien. Of in de schulden komen. Ja, ik vind het heel vervelend om te zeggen, maar je kan in de schulden komen. Omdat die vrouwelijke energie iets niet wil ondernemen. En wat ik dus zie, is dat die mannelijke energie achterover leunt zo. Met armen over elkaar. Zo van... Ga nu maar bezig zijn. Ga nu maar laten zien wat ik jou geleerd heb. Dat is wat ik zie. Vanuit die mannelijke energie binnen in jouzelf. En nu moet die vrouwelijke energie het op zich staand gaan doen. Want ze draagt die mannelijke energie. En die vrouwelijke energie binnen in jezelf ziet dat dus niet. Of die heeft dat besef niet. Die blijft een soort van passief.
Wat mag ik er nog meer op zien? Acht van bekers. Er is ergens geen vervulling in. In die samenwerking, wat toch elke keer weer terug blijft komen. Het kan voor sommigen dus echt om een samenwerking gaan. Of werk in het algemeen. Daar is geen vervulling te halen. Je doet iets waar jij geen plezier aan beleeft. Waar jij dus niet blij en gelukkig van wordt. En waardoor je dus in gebrek blijft op financieel gebied. Wanneer jij dus die vreugde voelt in hetgeen wat jij doet, dan zou het geld moeten stromen. Maar wanneer het geld dus niet stroomt, nou, dan kan je er eigenlijk donder op zeggen dat je iets doet wat niet vervullend is. En je mag dus een nieuwe weg inslaan richting vervulling, wat voor jou dus wel die blije, vreugde, volle energie geeft. En richting die 10 van bekers gaan wandelen. En dan zou het gebrek opgelost moeten zijn. Dus kijk eens naar jouw situatie, voornamelijk op werkgebied hier. Wat vervult mij niet? Wat hangt hier nou boven mijn hoofd? Ga ik bankroet? Raak ik in financiële problemen? Wat is het waar ik aan vastklamp? Je doet iets wat niet vervult. Dat zo simpel moet het gewoon zijn. Je doet iets wat niet vervult. Je hebt er geen plezier in. En wanneer we geen plezier hebben, dan zenden we dus een frequentie uit van gebrek. En wat trek je aan? Gebrek. Dus wanneer jij in de energie van vreugde komt en dat uitzendt, hè, dan trek jij dus vreugde aan, plezier aan, overvloed trek je aan. Dus er is iets wat jij niet leuk vindt om te doen. Maar misschien wel een financieel plaatje aanhangt van ik moet geld verdienen, dus ik moet dit doen. Ik moet geld verdienen, dus ik moet dit doen. Dat is wat ik hoor. En dit is juist het gebrek. Dit is juist de verstoring. Durf te vertrouwen dat wanneer jij het financiële plaatje weghaalt en iets gaat doen wat jouw vreugde brengt, durf er dan te vertrouwen dat de hand van Spirit jou iets komt brengen? Ben je al zo ver om dit te doen? Spirit denkt van wel, namelijk. Die vindt dat jij daar klaar voor bent. En die keuze kan je nu zelf maken en anders gaat Spirit het voor jou doen. En die zijn niet zo leuk. Het is aan jou. Dit is een waarschuwing. Voor iemand die het moet horen op dit moment. Nou, goed. Ik denk dat dit het wel is. Ik zou zeggen, ga aan de slag. Ga kijken, wat is mijn schaduwkant hierin? Wat is het waar ik een financieel plaatje aan hang, maar eigenlijk niet leuk vind om te doen? Laat het alsjeblieft los. En probeer je plezier en je vreugde weer terug te halen in hetgeen wat je doet. En je zal merken dat Spirit het geld komt brengen. Je komt het brengen. Ik bedank jou voor het kijken. Heb je meer ondersteuning nodig? Dan kan je lid worden bij petjeaf.com. Als je op de titel klikt van deze video, dan kom je in de beschrijvingsbox terecht. En daar vind je de link ernaartoe en andere informatie. En dan zie ik je snel weer terug bij een volgende video. Doei!